Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol vertelde vorige week hier in het programma... Ja. dat zij van de VVD-top niet terug mag keren. Ja. En wat vindt u van al die ontwikkelingen? Nou, laat ik het over de voorzitter van de Eerste Kamer hebben... want dat is verreweg het belangrijkste. Zij is een fantastische voorzitter van de Eerste Kamer. Alle Eerste Kamerleden van wat voor partij dan ook zijn zeer op haar gesteld. En dan is er zo'n partijbureau, top van de VVD, die dan zegt... ja, ze zitten al 12 jaar in, tijd voor vernieuwing. Het is een hele onverstandige zet, vind ik. Vind ik ook onbehoorlijk richting zo iemand die het zo buitengewoon goed heeft gedaan. En het is, ik weet niet of ze daaraan hebben gedacht, ook nog dom... Want het betekent helemaal niet dat als mevrouw weggaat... dat dan een andere VVD'er voorzitter van de Eerste Kamer wordt. Dat beslist de Eerste Kamer zelf. Het belangrijkste, dat domme, dat zoeken ze maar uit. Maar het belangrijkste vind ik dat het richting die aardige voorzitter... eigenlijk een onbehoorlijke opmerking is geweest. Onbehoorlijk en dom. Maar ja, zegt de VVD, wij willen vers bloed. Dus degene die nu naar voren wordt geschoven als kandidaatvoorzitter voor de Eerste Kamer is Annemarie Jorritsma. Vers bloed? Ik heb mevrouw Jorritsma hoog zitten, maar vers bloed is het niet, hè? Nou ja, het is in ieder geval iemand die totaal anders is dan de huidige voorzitter, denk ik. Ja, maar het is grote, ook al grote... 25 jaar of zo in de politiek zitten, weet ik wel hoe lang. Ja, nou ja, ja. Dus het is geen... Dus het is dus, een domme move van de VVD. Ik vind het dom. Het is wel een vrouw. Ja, 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 ze kan vrouw. Maar ze hadden er al een. Vrouwen naar de top. Maar wat mij betreft had de VVD gezegd... laat de huidige voorzitter nog een aantal jaren, hoeft niet een hele termijn te zijn, maar nog een aantal jaren het doen.